Lucas Tolik. Al geruime tijd hier op de Binkhorst aanwezig. Ik heb nu een jaar of 15, alles bij elkaar. Verschillende panden gezeten. Inmiddels hier in onze loods waar we meubels opknappen, meubels verkopen, design, schilderijen. Eigenlijk met van alles, alle leuke dingen bezig zijn. Ja, nou ja, we zijn begonnen in het mooiste pand aan de andere kant, bij de Saturnusstraat. En daar moesten we op een gegeven moment uit. Eigenlijk een beetje vanuit de economische malaise die er toen de tijd opkwam. En toen zijn we eigenlijk anti-kraak, vanuit anti-kraak zijn we elke keer erin gegaan, eruit gegooid, erin en dan zo eigenlijk door tot waar we nu zitten. En nu zitten we niet echt anti-kraak, ja eigenlijk wel anti-kraak trouwens. Ja. En zwaar op de schopstoel, in mijn ogen. Nou, wij zijn op het moment wel redelijk tegen het einde van ons Latijn qua... We willen heel graag door, maar we moeten ook een zekerheid hebben om goed te kunnen ondernemen, zeg maar. En verantwoordelijk te kunnen ondernemen, eigenlijk. Want we willen het graag mooi maken, maar we komen er gewoon niet aan toe. Omdat gewoon de informatiestroom die wij krijgen, die is nagenoeg nul. Dus het is, wij weten dus nu niet of we 31 december eruit moeten, bijvoorbeeld. Okay. En we hebben hier, ik denk 400 plus items staan. Dat zullen, als ik mag schatten, 6 tot 8 vrachtwagens vol zijn. Waar we iets mee moeten, laat ik het zo zeggen. En we doen alles dus in de recycling eigenlijk. Dus we bewaren ook een hoop. Juist omdat we het dan op een later moment weer kunnen inzetten eigenlijk. Dus dat begint op het moment, eigenlijk sinds ons laatste gesprek, begint dat wel redelijk nu wel een beetje te klemmen eigenlijk. Of ja, hoe noem je dat? Ambities, dat een beetje in tweeën gehakt zit. Dat is natuurlijk, de ene kant heb je de groep mensen die het sowieso de ambiance kunnen waarderen. Dus dan praat ik toch een beetje over de mooie bedrijven, kunstenaars die er zitten, kunstenaars, producenten, mensen die het ontwerpen, weet je, gewoon die tak. En natuurlijk het grote geld van mensen die het lappengrond zien, de uitvalbasis. Een stukje water en inderdaad het hippe waar iedereen zijn best voor doet, zeg maar, om het mooi te maken. Maar ja, waar zou ik waarschijnlijk wel natuurlijk het grote geld weer gaat regeren, zeg maar. Ja. Met in mijn ogen weinig inspraak van de mensen die er misschien wel het meeste van weten. Ja. Wat trouwens over de hele wereld op dezelfde manier gaat. Hè? Want neem mooie wijken in New York, daar is natuurlijk exact hetzelfde gebeurd. Dus het wordt ontgonnen eigenlijk door de creatievelingen en het wordt daarna overgenomen door degene met geld. En ja, jammer, maar wel, ja, de werkelijkheid. Nou, wij zijn verdeeld in een winkel, dus gewoon echt een fysieke winkel. Die loopt goed en dat gaat prima. En dan hebben we eigenlijk hier hetgene waar eigenlijk onze volgende stap zit. We hebben heel duidelijk gekozen om niet over alle steden in Nederland een snelweg neer te zetten, maar juist eigenlijk onze kern klein te houden, familiebedrijf, en dat eigenlijk zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk uit te bouwen. Maar dat betekent gewoon dat we niet in Den Haag, Den Bosch, Amsterdam kunnen zitten, maar dat we eigenlijk in Den Haag moeten zitten. Maar onze ambitie is sowieso ook mooie dingen te brengen, dus grotere meubels en sfeer en dat soort zaken. En daar hebben we dus ruimte voor nodig. En dat is niet ruimte die we in de winkelstraat kunnen vinden. Dat is de ruimte waar we in zitten. Daar zouden wij de komende 20 jaar heel goed verder kunnen. Ja, absoluut. Maar goed, zoals ik net al zei, de contract tot 31 december. En na ettelijke telefoontjes nog steeds geen duidelijkheid. Ik bedoel, als ze zeggen het gaat niet, dan gaat het niet. Daar heb ik er vrede mee. Maar nu is het in de pas lopen van een ander op een manier die mijn ogen niet helemaal eerlijk is. Want wat ik al zeg, bedoel, zeg gewoon waar we toe zijn en dan kunnen we verder eigenlijk.
Nou, waar, wat ik sowieso, en ik denk waar we het er net over hadden, als je het over creatievelingen hebt, dan heb je het over mensen die circulair kunnen denken. Maar circulair betekent ook niet alle gebouwen slopen, maar gebouwen hergebruiken. En het gevoel vasthouden. En wat maakt de Binkhorst uniek? Vertaalt dat naar 2020, voor mij part 2025, voor mij part 2050. Maar zet niet overal de sloophamer in en gooi het plat en trek de meest wanstaltige gebouwen in mijn ogen naar boven. Wat ik al aan de rand ook al wel is gebeurd, zeg maar. Ik bedoel, de gemeente Den Haag die zou eigenlijk eigenlijk heel duidelijk moeten zien wat hier aanwezig is en wat ze hebben. Die zouden het ook echt moeten koesteren, want het zou een heel mooi voorbeeld van inderdaad een hele mooie, een goede circulaire omgeving kunnen zijn op alle fronten. Ik bedoel, we hebben alles. We hebben de snelweg, we hebben water, we hebben fantastische gebouwen staan. Maar ja, het is ook verkwanseld aan wat grote vastgoedondernemers. In mijn ogen, hè. Nogmaals, het is mijn mening en het is, ik begrijp het spelletje en ik vind ook best dat het op die manier mag werken. Het is alleen, wij merken nu zelf weer van dat natuurlijk met de groep waar wij in mijn ogen mee te maken hebben, die heeft baat bij hoe slechter het bijstaat, hoe meer zij kunnen pushen bij de gemeente van jongens, we moeten er nu echt wat aan gaan doen. Zeg, vertaald, we moeten er nu woningen zetten, want dan wordt het netjes. Terwijl, als dit een project van de komende 10 jaar op deze manier wordt, wat de afgelopen 10 jaar ook zo was, geen probleem. Maar stel het dan op 10 jaar, en dat doen we met kleine investeringen, kunnen we dat doen. Maar wat nu feitelijk is, het volume van het blok waar we nu hier zitten, dat wordt al helemaal betaald door de huurders die tegen hele lage huren dat wel hier zitten. Maar ze hebben geen verantwoordelijkheden voor het onderhoud, helemaal niets. Dus het is een soort van, je komt toch een beetje in de impasse terecht. Je komt dus inderdaad een beetje in een shady gebied terecht van alleen maar autohandelaren die het eigenlijk ook allemaal gereed kan schelen. En een paar hun vuil op straat dumpen bij wijze van spreken. Want het is waarom geld uitgeven als het er toch niet, het wordt... Ja, de intentie is niet om dit beter te maken, lijkt het wel. Ja. En dat is wel iets waar we de laatste paar maanden toch echt wel een beetje moeite mee hebben. Gewoon asociaal gedrag. Gewoon. Weet je wat, niets nodig. Ik bedoel, het is leuk dat het gemêleerd is, dat het van alle afkomst is en dergelijke. Maar weet je, een beetje respect voor de omgeving zou wel lekker zijn. We hadden het net even over auto's die hier maar worden neergegooid. Het is... Weet je, er gaan steeds meer hekken, gaan er dicht maar sloten en toestel. Het wordt steeds schimmiger eigenlijk. En terwijl het juist eigenlijk de andere kant op zou moeten. Wij hebben bijvoorbeeld zelf al een paar keer aangeboden. Laten wij dan in het hele verhaal wat hier staat, laten we ons gebouw er mooi uitkomen. Laat zien wat de toekomst is. Dat kunnen we op allerlei manieren doen. Mooie banners neerzetten en dat soort dingen. Maar ja, daar hebben we wel wat ondersteuning voor nodig. Parkeren. Het is je eigen weg, maar goed, dat betekent niet dat het zou geen vuilnisbelt moeten zijn, zeg maar. Dus een beetje toezicht vanuit een, onderling kunnen we het blijkbaar niet regelen, want dan heb je natuurlijk al snel het gevoel van, wat dan? Hoe lang ga je dat volhouden? Hoe lang blijft het leuk om op die manier? Kijk, nogmaals, de ruimte is mooi, maar we staan voor de tijd dat de kachels weer aangaan. Dan zie je denk ik hoeveel gaten hier in het dak op zitten en geen verwarming en dat soort zaken. En dan wordt het natuurlijk de moeilijkere maanden, zeg maar. Ja. De contract is een half jaar en weet je wel, ik bedoel, als iemand... als ik het idee zou hebben dat iemand mij zou zeggen van, je hebt mijn woord, de komende 3 jaar zit je er, maar je krijgt een half jaar contract. Omdat dat de enige manier is hoe we die constructie in kunnen zetten. Dan zeg ik, dan geven we een hand op en dan weet ik dat ik 3 jaar verder kan. Dus dan kan ik voor mezelf een budget voor 3 jaar klaarmaken. Dan zeg ik, we stoppen er nu 10.000 of 20.000 euro in. Dat moeten we over 3 jaar moeten we dat terug hebben verdiend. Maar dan kunnen we wat. Maar de dreiging nu van mensen die geen telefoontje opnemen, je niet terugbellen, weet je wel, dan denk je ook van ja. Weet je, het is natuurlijk ons kent ons en ja,
ja, voel me niet echt, echt volwaardig gezien, zeg maar. Dat is, en dan hebben wij dan nog wel de toezegging van, ja, jullie zijn het wel een modelbedrijf zoals wij ze graag hier zouden willen hebben. En hè, in de verhalen hoe zij zeggen van, nou, wij zien het zo in structuur. Ik denk, nou ja, prima. Maar geef ons een beetje zekerheid. Je kan niet, ik ben gewoon doodsbang dat ik over 5 jaar, dat we hier over 5 jaar nog steeds zitten onder dezelfde condities. En dan, ja, ik kan niet zeggen dat we 5 jaar weg hebben gegooid dan, maar dan had het, ja, dan had het wel beter gekund. Met dezelfde moeite, met dezelfde, maar hè, wees transparant, wees eerlijk gewoon en zeg gewoon waar het op staat. Nou, door heel goed te beseffen dat wat er nu is, het is net zoals een soort, als een meubelstuk. En daar komt de patina op en die patina, die kun je niet, als je die fake, zeg maar, als je die probeert na te maken, dan is die patina niet authentiek. Dat zie je, dan is het gemaakt. En we zitten natuurlijk sowieso met heel veel gemaakte, ja, dingen in de wereld, in mijn ogen, hè? Dingen die na worden gemaakt, die dus met een lage, ja, die worden gemaakt met het idee om geld te verdienen en niet met het idee van een mooi product neer te zetten. En met een mooi product neerzetten mag je 100% zeker weten geld verdienen, maar zet het in de goede volgorde en kijk verder en kijk niet naar die short term van de eerste 10 jaar of de eerste 5 jaar, hoeveel we dan kunnen genereren. Kijk gewoon, kijk wat we hebben en ja, mix oud en nieuw, helemaal geen enkel probleem. Weet je, in principe vernieuwen kan ook progressie betekenen, 100%. Maar doe het wel met de gedachte dat je er lang mee wilt doen. Ja, ja, blijf dicht bij de winkels, blijf dicht bij de atmosfeer die er nu is, zeg maar. Maar dan vertaald naar mooi en vernieuwd, zeg maar. En ja, dat eigenlijk.